Als er iets is waar ik goed in ben als producer, is dat ik single spotten zo van dit is iets. En bij Mad About You had ik dat echt effectief. Natuurlijk, Mad About You is vertrokken vanuit een heel persoonlijke ervaring. Ik was toen heel jong. Ik was voor de allereerste keer naar een songwriting camp gegaan. Zo. Het is echt wat het is, een songwriting camp. Je zit in een kasteel in Devon, ik had het nooit vergeten, in Hunsham, in een boerengat, gelijk dat wij in Vlaanderen zeggen. Zaten we met 10 songwriters van over heel de wereld samen. Zo. En s'avonds in dat kasteel gingen we als een soort om elkaar te leren kennen, was er een wine tasting session zo, met de eigenaar van het kasteel. En ik sta dus in die kelders en we zijn wijn aan het proeven en er zat er zo een meisje naast mij, zo een British redhead. En die zegt ze van, this wine tastes fishy. En ik zeg, but there's nothing fishy about this wine. It's really good, but there's a lot of tannin, but I love tannin. En zo gaan ze avond was dat echt gewoon, dat klikte niet. En dan natuurlijk zo van die gasten die dat soort kampen organiseren, die zeggen, frictie, ja, alles wat er botst, dat is goed voor creativiteit. De volgende dag zat ik dat best samen en schreven we, the last thing I need is you and your black and white views. Dat was ook de eerste twee lijnen die we geschreven hebben. Dat was Cathy Dennis. Achteraf mega, mega songwriter. Op dat moment al goede songwriter, maar toch erachter met Kylie Minogue en I Can't Get You Out of My Head en Britney Spears, Toxic, toch wel echt massive, gigantic evergreens geschreven. En we begonnen te schrijven en dat klikte eigenlijk enorm. Ik bedoel, we waren eigenlijk bevriend. Dus ik kreeg zo'n soort, ik werd er eigenlijk wat verliefd op, maar ik had ook eigenlijk direct in de mod van, dit is een onmogelijke relatie, dit zal nooit werken, dit gaat gewoon niet. En dus die tekst eigenlijk zo, I can't fake for God's sake, why am I driving in the wrong lane? Dat is natuurlijk figuurlijk, maar dat is ook echt. We reden in Londen en ze was er gewoon helemaal druk aan het maken. En ik had gewoon schrik in die auto. Ik dacht, we gaan hier gewoon crashen. Gewoon. We're driving in the wrong lane. Ik zag al gewoon het accident gebeuren. En dus, are you the fishy wine who will give me a headache in the morning? Kwam eigenlijk gewoon van die wine. Dat soort stuff, dat kun je niet... Dat kunnen niet forceren. Net zoals in The Wrong Place, dat we tijdens de lunch, ik en Charlotte samen zaten en we hoorden Johnny Cash toevallig op de radio. En zij zegt, I love Johnny Cash. Ik zeg, ik ook. Ik zeg, laat ons gewoon als uitdaging gewoon proberen die naam Johnny Cash in dat nummer te krijgen. En zij zei, dat lukt nooit. Ik zeg, we'll give it a try. En dan zit aan het schrijven en ineens, out of the blue, komt die zin, don't you ever dare to wear my Johnny Cash t-shirt. En dat wordt dan de catchphrase van dat nummer, waar dat nu iedereen over babbelt altijd. Dus dat soort stuff, komt dat nu dat er toevallig Johnny Cash op de radio is en dat ik toevallig... Dat is de magie van songwriting en van muziek maken eigenlijk. Zo. Dat is ook waar, bijvoorbeeld kijken, de eerste takes... Ik zeg het, ik heb altijd alles direct opgenomen. Altijd. Mad About You, een goedkope zo zangmicro, een SM58, dat is de most ordinary mic around. Door een goede preamp en dat was dan een take en dat was een demo en eigenlijk heeft zij gezongen op de drums, de bas en de sample en dat was het. En die take was zo magisch, achteraf heeft dan Matt Dunkley het arrangement. Dat was de eerste keer dat ik een arrangeur liet arrangeren, want daarvoor deed ik het allemaal zelf en ik dacht van, Roland Harrington zei, laat ons eens iemand anders proberen. Dus ik zeg, why not? En dus die strijkers erbij die vocal take bij. Kijk, ik denk 95% zijn allemaal de eerste demo takes. Er is iets zo van, als zij die initiële verliefdheid met een nummer heeft, zo, dan gebeurt er voor mij iets magisch.